Goedendag, welkom bij weer een nieuwe vlog. Wat leuk dat u er weer bent, dat u ons kanaal weer gevonden heeft. Ik heb weer even een gedichtje net afgemaakt. Want ik doe altijd natuurlijk wat noteren en dan ga ik naar een volgend gedichtje toe. En als ik daar weer niks meer weet, dan ga ik naar weer een ander toe waar ik ook al mee bezig ben geweest. En zo kan je af en toe ineens een aantal achter elkaar af hebben of juist een hele tijd niet. Dus... Maar ik heb inmiddels wel, had ik wel weer dus een gedichtje af. Een droom komt uit. Ja, niet een, maar een droom. Dat is een unnetje te veel. Een droom komt uit dus. Jarenlang heb ik intens gebeden. Geestelijk heb ik vaak geleden. Steeds heb ik er weer om gevraagd. In feite heb ik God met mijn smekingen belaagd. Maar het leek wel alsof hij niet luisteren wou. Alsof er nooit iets gebeuren zou. De dagen leken maar niet om te gaan. Het leek of de tijd stil was gaan staan. Het verdriet en de wanhoop namen toe met de jaren. Alles was ik in mijn lijf aan het opsparen. Daardoor kwamen ook lichamelijke klachten om de hoek kijken. Steeds vaker dacht ik dat ik zou bezwijken. Totdat ineens de verhoring van mijn gebed alles in een ander daglicht heeft gezet. Hem wil ik danken dat hij mijn droom deed uitkomen. Hij heeft mijn smekingen ter harte genomen. Maar verder ben ik gewoon hard aan het klussen geweest overdag. En had ik nog een hele handige actie. Namelijk dit. Dit gebeurt er als je even lekker vegetarische braadworstjes wilt nemen als tussendoortje. En je de afwasstel op je achterste gas zet terwijl je de voorste gas gebruikt. Ik geloof niet dat die nog bruikbaar is. En nog een leuk geintje. Als iemand mij kan vertellen waar deze straat ligt, dan mag hij of zij het zeggen. Nee hoor, daar ben ik inmiddels zelf al achter. Het moest zijn de Hoenderloosstraat, maar dat is nogal een klein verschilletje, hè? De straat die er aangegeven staat of de Hoenderloosstraat. Dat is nogal een puzzeltje, zeg maar. Dus ik ben blij dat ik daar in ieder geval achter ben gekomen. En ik zou zeggen verder bedankt weer voor het kijken, het delen, de duimpjes en het gratis abonneren en een leuke comment zijn natuurlijk ook altijd welkom. Bedankt. Doei doei.